Minister David Abiyamofu van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat de planning om alle gebieden in Suriname van schoon drinkwater te voorzien snel uitgevoerd moet worden. De nieuwsdienst sprak hem eerder deze week bij de ingebruikname van een waterzuiveringsinstallatie in het dorp Pikingsaron. De bewindsman gaf aan dat de nood voor watervoorziening heel erg groot is, vooral in het achterland. Wij gaan door met de planning voor de rest van het binnenland. We zijn bezig met verschillende partners. We krijgen ondersteuning van verschillende bevriende naties. Zeker China die helpt meedenken. Recent ook nog van België. We gaan een aantal dorpen van schoon, veilig drinkwater kunnen voorzien. Ook met de IDB zijn we bezig, met de UNDP. En vanuit onze eigen staatsbegroting zullen er ook een aantal dorpen voorzien kunnen worden. De nood is groot. We praten over meer dan 100 dorpen. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal één voor één aan de beurt komen. Abiyamofu geeft verder aan dat er nu heel hard wordt gewerkt aan het waterleidingnet in de dorpen Mungotapu, Ajumakondre en Kasipora. De samenleving mag weten dat de watervoorziening wordt aangepakt en de achterstanden worden ingehaald, zegt de NH-minister. Zien de achterstand, zeg ik van het komt sneller. Ja, dus tevreden ben ik niet, ja, maar mijn medewerkers doen wel hard hun best. Ingepland is het voor 25 mei 2025 realiseerbaar? Weet je, mijn planning gaat beyond verkiezingen. We letten niet op verkiezingen, we werken. We werken aan de noden van de bevolking. En het is niet zozeer gericht op verkiezingen, of die welkomen of niet. Ja, de planning is er. En het is een kwestie van implementatie. En we krijgen die te maken met die uitdaging van het gebrek aan financiële middelen. We kunnen dat probleem niet zelfstandig oplossen. Daarvan ben je afhankelijk van andere partijen. Maar onze implementatie is afhankelijk van derden. De minister zegt dat zijn planning haalbaar is om de gebieden die in 2020 zijn aangekaart in het bestand van de waterleidingmaatschappij op te nemen. Zijn planning is niet gebonden aan de verkiezingen van mei 2025.